saw this little girl. She just happened to be living. Brazilië is een van de weinige landen die nog nooit oorlog gekend heeft. Het is een prachtig land met buitengewoon vriendelijke mensen. Mensen van allerlei kleur en afkomst leven zonder enige vorm van discriminatie vredig naast elkaar. Maar helaas is het ook het land waar het grootste deel van de bevolking door de meest dichtgetimmerde bureaucratie ter wereld buitenspel is gezet. Deelname aan het officiële economisch leven is voor hen onmogelijk gemaakt en miljoenen mensen slijten hun dagen in een uitzichtloos bestaan. Vaak letterlijk aan de rand van de samenleving, in de vluchtstrook van de snelweg, naast een riool of op een vuilnisbelt. Is there any chance we can make it all change? Naast volwassenen lijden de kinderen net zo hard mee. Wonend op straat of in een sloppenwijk krijgen ze al op jonge leeftijd te maken met drank, drugs, seks en geweld. Brazilië is eigenlijk een land in oorlog, een vergeten oorlog met grote gevolgen. Alleen al in Rio de Janeiro jaarlijks 9000 gewelddadige doden. Meisjes van 8 die zich aanbieden voor geld. Ouders die door armoede gedreven hun kinderen meegeven aan mensenhandelaren. Vrouwen die hun kinderen op straat zetten om weer een nieuwe vriend achterna te lopen. Omdat kinderen pas op hun 6e jaar naar school gaan, ligt daar de kern van het probleem. Op heel jonge leeftijd vallen deze kinderen al in handen van drugshandelaren en andere criminelen. De echte oorlog is de strijd om een kind uit dit uitzichtloze bestaan te trekken. Daarom introduceert de christelijke organisatie Children Asking in 1992 het kleuterschoolprogramma Pepe. Children Asking geeft vrijwilligers een spoedopleiding tot kleuterjuf om zo kleuters voor te bereiden op de lagere school. Kinderen in Brazilië gaan dankzij de tropische temperaturen halve dagen naar school. Om te voorkomen dat deze kinderen na school op straat rondhangen, biedt Children Asking ook naschoolse opvang door middel van het PD-programma. Ze zorgen ervoor dat deze kinderen niet tot de 50% gaat behoren die de lagere school afkomt zonder echt te kunnen lezen of schrijven. Children Asking helpt en begeleidt de vrijwilligers in de uitvoering van deze taken. Ze helpt met het betalen van een dagelijkse maaltijd voor de kinderen. Ze bekostigt een deel van de schoolboeken en geeft een kleine vergoeding voor de onderwijzers. Children Asking helpt, maar neemt hun taak niet over. U kunt ons helpen door een leerplekje voor een kind te adopteren. Daardoor zijn wij in staat om dit kind naast goed onderwijs ook een goede toekomst te bieden. Kinderen verdienen een hoopvolle en veilige toekomst. Children Asking, die haar inspiratie vindt in de Bijbel, kan helpen als u ons helpt. Is there any chance we can...